Goeiedag, mijn naam is Witold Kapinski, hoofdredacteur van Dutch IT Channel. Ik sta hier op de IBM Partnerworld conferentie hier bij Think in Las Vegas. En er is heel veel nieuws. Onder andere dat partners worden aangemoedigd om meer oplossingen te verkopen. Een stukje artificial intelligence, AI, een stukje cloud, IBM cloud uiteraard. Watson, bijvoorbeeld allerlei slimme Watson toepassingen, zoals de nieuwe Watson Assistance, die bijvoorbeeld kan toepassen in industrie, waarbij apparaten slimmer worden en kunnen communiceren met klanten. En daarnaast, door specialisatie ontwikkelen IBM Business Partners daardoor een betere IP, Intellectual Property. Verder is er volop meer marketingondersteuning voor IBM Business Partners aangekondigd, waarbij ze bijvoorbeeld ook betere leads kunnen krijgen. En ook zeker in een commercial market die helemaal open is voor IBM Business Partners. Ook geheel indirect. Daar meer kansen kunnen pakken. Wat me ook verder opvalt is dat deze conferentie anders is dan anders. Omdat IBM alle conferenties samen heeft gevoegd. Dus de partners zijn hier, de eindgebruikers zijn hier. Heel veel IBM'ers zijn hier, developers zijn hier. En mensen worden ook zo aangemoedigd met elkaar meer te connecten en zaken te doen. IBM partners worden ook aangemoedigd met elkaar meer zaken te doen. Dat wordt herhaaldelijk gezegd in diverse meetings hier. Wij van Dutch IT Channel hebben met een aantal partners gesproken en we zullen ook de komende dagen video's publiceren die we onder andere hebben gedaan met Axians, maar ook met distributeurs zoals Copaco, TechData. Gespecialiseerde IBM-partners zoals BP Solutions. Die zullen allemaal de revue passeren. En uiteraard ook visies van bijvoorbeeld Bart van Reenen, die al heel lang meegaat in de industrie. Die werkt bij Arrow, hoe de markt zich ontwikkelt. Dit was IBM Partner World at Think. Ik hoop dat u de komende dagen nog de video's gaat bekijken. We hebben al wat video's gepubliceerd, onder andere met Eugène Tuinman. En uiteraard nog heel veel artikelen over de aankondigingen hier bij IBM Partner World en de IBM Think-conferentie. Dat was het en tot ziens.